Goedendag al. Welkom bij deze voorlichting over elektroniek. Ik wil jullie meenemen om volgevlucht door opleidingen niveau 2 en 3. Wie ben ik dan wel? Mijn naam is Wim ter Kuijt. Ik ben docent elektroniek bij het Alpha College. En samen met een aantal collega's verzorgen we opleidingen op niveau 2, 3 en 4, BOL en BBL. Ik wil met jullie op volgevlucht meenemen om te laten zien hoe breed dit vakgebied wel niet is. We gaan ook even een combinatie maken met een opleiding werktuigkundige installaties. Daar zal ik ook even licht aanroeren. Ik wil ook even met jullie kijken naar het type bedrijven waar jullie werkzaam in kunnen worden. En juist dat item, die bedrijven, daarmee wil ik jullie aan het werk zetten op de zoektocht naar een opleiding wat het beste bij jou past. In de dagelijkse praktijk zijn heel veel partijen om ons heen zijn enorm druk met onderwijs en opleiden. Je ziet hier een plaatje met een aantal ministers, minister van Economische Zaken en minister van Onderwijs, die samen met diverse partijen bezig is om techniek nog meer voor het voetlicht te brengen en om jullie daar ook voor te interesseren. Maar het begint met je eigen interesse, met je eigen zoektocht. En daarmee wil ik jullie meenemen aan de hand van een site, de Stagemarkt, waar je voor jezelf informatie kunt vinden van welk type bedrijf zou het beste bij passen om daar een opleiding bij te doen. Nou, op deze site van Stagemarkt, daar heb ik even een aantal dingen vooraf ingevuld en ik heb gekeken naar een aantal plaatsen. Je ziet hier een aantal plaatsen, zoals Hogeveen en Hardenberg, waar ik simpel gezocht heb op een aantal erkende leerbedrijven. En dat betekent, een erkend leerbedrijf is een leerbedrijf wat jou een opleiding kan bieden en die daar ook in kan begeleiden met die opleiding. En op die manier komen we met elkaar tot goede afspraken en weet je ook zeker dat je een goede opleidingsplaats hebt. We gaan, voordat we even gaan dieper inzoomen op de specifieke opleiding van monteur en eerste monteur, gaan we eerst even kijken naar een klein filmpje waar een monteur in opleiding is bij een elektrotechnisch bedrijf. Ik leer in de praktijk de basisdingen tijdens de opbouw pijpen aanleggen, dus door te buigen en alles. Daarna de kabels erin te trekken, dan alles op zijn plek brengen en daarna gaan wij afmonteren en als eindfase dan zetten we lampen en maken we stopcontact af. Ivar is nu op het moment bezig met eerste monteur, dus dat wil zeggen dat hij alle grondbeginselen gaat leren in de praktijk. Zoals je hier op tekening kan zien staan we bij deze muur. Alle wandcontactdozen die we zien gaan via de kabelgoot naar een centraal punt. Ik vind het heel belangrijk om kennis door te geven. Mede omdat dat de toekomst is van de volgende generatie. Ik ben zeker blij met Jan. Hij helpt mij op momenten als ik het niet weet. En daar ben ik wel blij mee. In het begin had ik heel veel moeite met het lezen van een tekening. Maar stukje bij beetje komt dat er steeds meer bij. En nu ben ik al redelijk op weg. Dus ik kan de tekening al aardig lezen. Ja, het is echt een jongen die nog kort in de bouw zit. Maar goed, daar zijn we op ingesteld en we willen hem naar een hoger niveau zien te brengen. Dus als hij goed zijn best doet en dat doet hij op het moment, dan komt dat zeker goed. Je moet vooral je hele leven willen blijven leren, al wil je dit vak doen. Want het verandert constant door. Ik vind het heel gezellig om te werken als we met z'n allen aan het werk zijn. En ik ben met iemand aan het werk en er staat muziek op en je bent lekker bezig. En af en toe maak je eens een grap. Ja, dan kan het redelijk gezellig zijn. Mijn eigen toekomst. Ja, gewoon veel leren. Laat mijn best doen. En hopen dat ik gewoon dadelijk zelf op pad kan. Dat is een beetje mijn doel. Het zit er weer in. Weer iets nieuws geleerd. Op naar het volgende. Het is maar een voorbeeld van een stukje van die techniek. Want de elektroniek is zo enorm breed. We kunnen heel veel filmpjes van bedrijven laten zien die allemaal op hun eigen manier bezig zijn met die techniek. Ik ga even weer terug naar die bedrijven die erkenning moeten hebben om jou op te kunnen leiden. Ik heb even één bedrijfje daar uitgelicht. Dat is een aantal bedrijven in een Hogeveen,
waar we specifiek hebben gezocht op die opleiding waarvan je net een filmpje zag. Monteur elektrotechnische installaties. En ik heb er even een stuk of vijf heb ik er uitgelicht, waarbij je tevens bij de bovenste al kunt zien dat dit bedrijf een leerwerkplek beschikbaar heeft. Nou, dat is al even een voorbeeld. Dan ga ik nog iets specifieker inzoomen. Ik ga kijken naar één specifiek bedrijf die erkend is voor die monteur elektrotechnische installaties. En dat is de firma Ten Kare hier in Ogenveen. Die zowaar een erkenning heeft voor meerdere opleidingen. Dat zie je in deze lijst. Dus dit is zo'n bedrijf die elektroniek zo'n warm hart toe dragen. Waar wij trouwens ook hele goede zaken mee doen. En die graag leerlingen van onze school op willen leiden. Dus ik geef je min of meer een stukje huiswerk mee in je zoektocht, in je ontdekkingsreis naar of elektroniek iets voor jou is. Ga daar zelf dan de komende periode eens mee aan de gang. Je zit waarschijnlijk in een examenklas of je denkt er wellicht over na om een switch te maken naar elektroniek. Dan zijn dit de eerste stappen om te kijken, ja, is dit wat voor mij? Ga op onderzoek uit, ga naar die site van die erkende leerbedrijven en ga daar onderzoeken. Van wat zijn dat voor bedrijven, wat kunnen die voor mij betekenen, wat doen die voor werkzaamheden en zou dat eventueel bij mij passen. Dan kan ik heel veel foto's laten zien van die techniek, maar dit is misschien wel een hele bekende, gewoon ook als voorbeeld, dat je in de woningbouw en de utiliteit werkzaam bent met elektrotechnische installaties. Nou, je ziet daar rechts een mooie meterkast, zoals iedereen die thuis in de meterkast ruimte heeft hangen. Links zie je daar een heel veel leidingwerk liggen van een bovenverdieping van een nieuwbouwwoning. Maar zo kan ik er wel duizenden foto's laten zien, maar het geeft ook alleen maar een beetje een beeld. Wat in ons vakgebied wel aan de orde is, en dan zul je bij die verschillende bedrijven zul je dat ontdekken, dat heel veel die bedrijven zo veelzijdig zijn dat ze niet alleen elektroniek doen, maar dat ze ook een stukje werktuigkundige installaties doen. En dan zijn er loodgieterinstallaties. Vandaar dat ik ook hier even een foto laat zien van een stukje gas- en watertechniek. Of een stukje dakgoottechniek met alle meet- en regeltechniek erbij voor bijvoorbeeld een cv-ketel. Dat brengt ons op de volgende dia dat ik met name die twee opleidingen waar die onderling zoveel raakvlakken hebben en die we juist tegenkomen bij die allround elektrotechnische bedrijven, dat zijn er dus deze twee. Monteur elektrotechnische installaties en monteur werktuigkundige installaties. Want die elektromonteur die is met een loodgieter op pad bij mij thuis in die woning om daar een nieuwbouwstukje te doen. Nou, dan hebben die monteurs hebben elkaars discipline daarbij nodig. Het kan zelfs zo zijn dat het bedrijf zegt van nou, nadat je bij mij een elektrotechnische opleiding hebt gedaan, heb ik eigenlijk ook net zo lief dat je daarna nog een werktuigkundige opleiding doet, zodat ik jou een allround monteur kan maken. En dat zien we in ons vakgebied wel erg veel. Tuurlijk, als je rond gaat kijken bij een bedrijf en een bedrijf zou een vacature hebben, die stelt daar natuurlijk bepaalde eisen wat iemand moet kennen en kunnen. Maar ook hoe je moet gaan presenteren bij zo'n bedrijf als je daar de eerste contacten legt. Praktisch gezien hebben we natuurlijk bij het onderwijs een aantal leerwegen waar je uit kunt kiezen. Nou, ook in die techniek gelden diezelfde opleidingstrajecten in BBL als in BOL. BOL dus 5 dagen naar school met tussentijds stageperiodes. Dat heet ook daar gewoon beroepspraktijkvorming. En in de BBL ga je dus werken en leren. En daar heet het werken ook gewoon beroepspraktijkvorming. Er zit wel een verschil. De BBL-opleidingen voor elektroniek en installatietechniek, ik noem ze maar even weer allebei, worden bij het Alpha College in Ogenveen op een andere manier ingevuld dan je wellicht bij andere ROC's ziet. Wij werken veel samen met onze bedrijfsschool, met de PIT, waarin we dus zowel de elektroniek als de installatietechniek met elkaar handen en voeten geven. Ook mocht je vanuit de regio Harderberg komen, is er ook in Harderberg een bedrijfsschool, het RTC, waar je ook je opleiding in BBL kunt doen. In de BOL weliswaar hebben we natuurlijk te maken met beroepspraktijkvorming in de vorm van de stage. Nou, dat doen we dan in de vorm van een lintstage. Wij laten onze leerlingen niet de hele week gaan, maar we maken daar lintstages van 2 dagen, zodat ook het reguliere programma op school gewoon door kan gaan. De voordelen van een bedrijfsschool spreken eigenlijk wel voor zich,
Wat merken we in de loop van de jaren? Dat er heel veel leerlingen, met name van het VMBO, dus voor de beginnende beroepsbeoefenaars, dat blijkt dat deze jonge mensen over het algemeen van het vakgebied weinig weten. En daarom proberen we deze jongeren samen met onze bedrijfsopleidingen nog sneller tot goede vakbeginnende, vakbekwame monteurs te vormen. En daarom zijn deze bedrijfsscholen, zoals een RTC en een PIT, van groot belang voor onze en voor jullie opleiding. De theoretische uitvoering, zonder al te veel diep in te gaan. Die theoretische uitvoering van al die opleiding bestaat nu altijd uit een praktijkcomponent en een theoriecomponent. Maar houd er ook rekening mee dat ook verplichte onderdelen zoals Nederlands, rekenen en burgerschap ook goed te doen zijn. Je moet je daar ook weer voor inspannen om bepaalde examenresultaten daarvoor te behalen. Maar het is altijd een combinatie van. Nou, de begeleiding en opleiding, daar zijn we met elkaar ook een beetje trots op. We zijn geen grote opleiding, we zijn niet met enorme aantallen. Dat betekent dat we zitten echt in een sfeer van ons kent ons. Wij kennen al onze leerlingen, de lijntjes zijn kort, ook naar jullie ouders waar we mee te maken krijgen. En ook naar de bedrijven proberen we de lijntjes zo kort mogelijk te houden. Dat geeft grote kans op succes, dat geeft ook geen ruis op de lijn. En zo moeten we denk ik ook gewoon doen. Hoe moet je nou verder met deze informatie? Nou, ik zou zeggen, ga op onderzoek. Ga kijken naar de bedrijven die erkend zijn. Ga naar de sites van die bedrijven. En kijk op de sites wat ze doen. En wat ze vooral ook wat ze niet doen. Want het moet wel bij jou passen. En als jij iets ziet en denkt van ja, dat weet ik dan nog wel niet. Nou, dan heb je dat voor jezelf ook zeker. Dus kijk vooral goed rond. Maar ga ook de komende periode eens kijken van wat voor voorlichtingsrondjes zijn er allemaal. Kan ik op de scholen terecht? Kan ik daar iemand aanspreken die me specifiek iets kan zeggen over die opleiding die daar speelt? Ja? Kan ik nog verschillende open dagen bezoeken? Kan ik doedagen bezoeken? In deze regio hebben we ook de meeloopdagen weer actief. Er zijn een aantal vaste momenten op dinsdag en woensdag en vrijdag, dat jullie gewoon bij ons in de opleiding mee kunnen draaien. We trekken jullie werkschoenen aan, we trekken jullie overal aan en je bent gewoon lekker bij ons aan het werk. Gewoon kennis te maken met al die techniek bij ons binnen school. Moet je zeker doen, zeker de moeite waard. Dat zijn dus deze mail op mbo.nl sites. Nou, en verder hebben we natuurlijk straks in november nog onze reguliere open dag, waar je ook van harte welkom bent, waar je telefonisch of via een bezoek of via Teams online informatie kunt opvragen. Maar uiteraard mogen jullie ook zelf aan mij een mail sturen. Mocht je nou gedurende deze presentatie dingen tegenkomen en zeggen van nou, ik heb dat toch niet goed begrepen van die man, ik wil daar iets meer van weten, stuur mij gewoon een mail naar w.dekaart@alfacollege.nl en ik probeer je zo goed mogelijk verder te helpen. Ik kan je nog meer vertellen, ik kan je denk ik nog meer enthousiast maken voor het hele mooie vakgebied elektroniek en aanverwant de installatietechniek. Ik wens je daar heel veel succes mee en mocht er verder nog vragen zijn, kun je op deze sites kun je dus terecht voor allerlei informatie als het om algemene dingen gaat, maar ook nog wel weer over andere technische zaken. Heel veel succes, toi toi, en verder succes met het afronden van dit cursusjaar.